ben je blij dat je uiteindelijk die knop hebt omgezet? Ja, heel erg blij en het resulteerde in brons. Dat was het maximale haalbaar vandaag, omdat ik natuurlijk de kwartfinale verloor. Maar nee, ik ben er blij mee. Ja, Elisabeth Willeboorts is bij jou achter geweest en die heeft je opgepept. Wat heeft ze tegen je gezegd? Nou, gewoon meer verzorgen. Het aaien over mijn bol en zeggen, hey, kom op meid, je kan nog steeds brons winnen. Dus ga nou niet, blijf er nou niet bij dat je verloren hebt, maar ga gewoon door. En ja, dat heb ik ter harte genomen. En dan kom je hier van die trap af, het Holland Heinekenhuis in. Wat gaat er dan door je heen? Ja, het is natuurlijk niet mijn eerste keer zeg maar in het Heinekenhuis. Ja, gewoon vanaf het moment dat je de trap afloopt tot op het podium. Dat is jouw moment, dus daar mag je ook echt van genieten. En dat heb ik ook echt gedaan.